Superleuk om zoveel nieuwe padellers in Nijmegen te krijgen. Op deze bijzondere plaats liggen sinds kort 3 padelbanen. Padel lijkt een beetje op tennis of squash, maar sommige regels zijn anders. Padel is een sport afkomstig officieel uit Mexico. Dat is daar ooit ontstaan, daar dat iemand in de tuin eigenlijk een tennisbaan wilde aanleggen. En daar zaten dus eigenlijk allemaal muren omheen. Dat is inmiddels overgewaaid aan heel Europa. In Spanje is het na voetbal de grootste sport. En nu ook in Nederland de snelst groeiende sport. Het is dus een sport waar eigenlijk een combinatie tussen tennis en squash. Dus je hebt de basisregels van tennis met het servicevak en dat je in moet slaan. Maar daarnaast is de glazen wand en het hek is een extra effect wat padel onderscheidend maakt tussen die twee. Het is niet zo vreemd dat padel steeds populairder wordt. Omdat het relatief een gemakkelijke een sport is, dus vrij makkelijk te leren. Heel toegankelijk. Dus je krijgt heel snel al rallies. Je krijgt heel snel rallies die langer zijn dan met tennis. Dus daardoor zie je wel dat het maakt eigenlijk niet uit wat je niveau is. Je kan altijd padel spelen. Je speelt een sport met z'n vieren en dat raden wij ook altijd wel aan. Dus je kan ook een baan boeken voor met z'n tweeën en dan lekker overslaan. Maar het spel is echt met z'n vieren. Er zijn nog niet veel padelbanen in Nijmegen en daarom besloten Jesper en 2 vrienden op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Ze kwamen dus uiteindelijk uit onder de Oversteek. Wij zagen met name in andere steden dat enorm veel padelaanbod. In Nijmegen was dat alleen nu bij de vereniging Smash. Daar gingen wij ook regelmatig padellen. En toen dachten wij van ja, we zouden wel een plek willen dichterbij bij het centrum. Zijn we gaan rondkijken en toen kwamen we vrij snel bij deze plek terecht. De populariteit van padel is meteen te merken. We zijn nu een week open. Vorige week zaterdag open gegaan. En we hebben aankomende zaterdag pas de officiële opening. Maar nu hebben we al drukke avondjes, drukke weekenden. En we zien met name dat er heel veel mensen het willen uitproberen. Het is nog maar de vraag of de banen blijvertjes zijn. We hebben een contract voor 5 jaar, maar wij gaan er alles aan doen om te laten zien dat dit een blijvertje moet zijn voor Nijmegen. Dus dat hopen we zeker. Samen met alle andere sportondernemers willen we natuurlijk hier zo lang mogelijk blijven zitten. Dus als het een succes is, dan hopen we daar zeker dat de gemeente wil meebewegen.